dat is het leuke, maar niet eens leuk, maar ook interessant. En wat u ook al zei, van, er is van alles aan de hand. En het is ook niet alleen voor die Indische gemeenschap, het is ook voor ons allemaal. En als dat opgepikt zou worden door andere migrantengroepen, maar ook niet-migrantengroepen, mensen die hier geboren zijn, ik denk dat we elkaar dan allemaal veel beter begrijpen. Want eigenlijk lijken mensen heel erg op elkaar. We zijn nu aan een belangrijk moment volgens mij gekomen. Niet dat het andere niet belangrijk was, maar we hebben hun namen al gehoord. Faya en Iris. En Faya en Iris hebben ook achternamen, die noem ik de hele tijd niet, maar die zijn wel genoeg. Faya Nijhoff en Iris, hoe zijn ze? Geef ze een warm applaus. Binnen staan en dan geef ik jullie de microfoon, maar als je denkt ik wil de microfoon, dan pak je hem gewoon. Weet je wat, dan gaan we, we kunnen ook wel zo staan. Nou, dan gaan we zo staan. Dan kijk ik gewoon één kant op. Ik denk dat iedereen al heel nieuwsgierig is geworden. We hebben al heel wat tipjes van de sluier gelicht gekregen. Het leuke is, heel veel betrokkenen zijn hier nu ook aanwezig. Dus die weten eigenlijk ook al wat ze verteld hebben. Maar ja, hoe hebben jullie dat weer gekregen? Dat is allemaal heel spannend. Een virus heeft heel mooi verteld wat jullie doelstellingen waren en hoe jullie ooit in dit project stapten. Als je terugkijkt naar dat begin. Had je verwacht dat wat het is geworden? Ja, natuurlijk. Leggen we de lat altijd heel hoog. We zijn allebei best wel, ja, we willen best wel hele goede kwaliteit leveren. En met onze eigen achtergronden en onze beroepsachtergronden willen we dat dus ook vormgeven. Maar ik had niet verwacht dat er vandaag voltooiing van ons project, zeg maar, dat er ook zoveel mensen zouden zijn. En in het begin hadden we gedacht zo van, nou, we krijgen helemaal niemand van de eerste generatie aan het woord. Maar iedereen die belde, die wilde gewoon hun verhaal kwijt. En als ik bij de mensen thuis kwam ook. Ik zie Marie hier nou voorin zitten. En Marie was echt heel erg open. En ook dingen die ze zei, was gewoon recht voor zijn raap. Ik heb Marie ook gevraagd, Marie, wil je dit in het boek hebben? Dat wilde ze wel. Dus u zult het er straks ook zien in de expositie. En in het boek ook. Ze zegt de dingen gewoon heel recht voor zijn raap, zoals het is. En ik geloof ook dat ze daarmee ook klaar is, denk ik, Marie. Van, zo van al die tijd waar je mee gezeten hebt. En mensen die het niet goed begrepen hebben van waar de eerste generatie nou mee zit. Dat nu eindelijk boven water is gekomen. Wil jij nog toevoegen? Ja, natuurlijk wil ik nog wat toevoegen. Want ik heb niet voor niks, ik moet wel reageren op dat fragment wat ik net heb gehoord. Nee, Paya heeft heel kort uiteengezet hoe die eerste generatie is gegaan. En we hebben inderdaad, zoals we al beloofden of destijds zeiden, eerst de eerste generatie benaamde, toen de derde. En ook echt op het allerlaatst was die tweede generatie. Omdat we het heel belangrijk vonden om de juiste profielen te hebben bij de tweede generatie. Ook bij de eerste generatie, dus dat je een diversiteit kunt laten zien, zowel in de tentoonstelling als in het boek, maar ook zodat de herkenning groot is en ook voor niet-Indische mensen dat er een schakering aan verhalen is en ook een schakering van afkomst, een schakering van niveau, van wit tot bruin tot blauwe ogen, blonde ogen, zag ik ook al. Ja, ook maatschappelijk. En terugkomend dus op de tweede generatie die er achteraan hobbelt. Ik denk dat ik mijn woorden niet terugneem. Ik denk dat het, natuurlijk is het ook zoals wij als derde en tweeënhalve, maar ook als organisatie, als Stichting Nasi Ijo, we hebben heel veel contact met derde generatie, maar ook met eerste generatie die zeggen dat het wel goed doen of niet goed doen. En dat tussenin zit dan inderdaad de tweede generatie. En die expertise of al die ervaringen, die reacties die we krijgen, hebben we inderdaad in het project meegenomen. En ik moet zeggen, het was een veronderstelling, of ik moet zeggen, misschien een vooroordeel.
van waaruit we gestart zijn met de tweede generatie. Maar niets liever wilden we ook omvergeblazen worden door de verhalen die loskwamen. En dat was heel divers. Zal ik dan toch een paar namen noemen. Peter is natuurlijk, hij werkt bij Pelita en heeft ook een achtergrond, maar is nu ook bezig met het Indisch netwerk. Dus hij zit al helemaal in het, in het Indisch gebeuren en tegelijkertijd zet hij daar zich heel erg tegen af. Omdat er natuurlijk ook aspecten zijn binnen welke gemeenschap dan ook, waar je je wel of niet in kunt vinden. En dan is er iemand die niet geïnterviewd is, maar wel heel erg betrokken is geweest bij het project. Dat is Rudy. En hij heeft de derde generatie boxes gemaakt, de Indo-boxes. En we merkten gaandeweg het project dat hij dacht, potverdorie, ik heb gewoon mijn eigen dochters niet gezegd hoe hun opa was. En dat is, daar waait het tussen. En ik denk, ik blijf bij mijn standpunt dat het inderdaad nahobbelen is omdat je bezig bent de schade in te halen. En dan ben ik natuurlijk derde generatie, dus iedereen mag naar me toe zeggen dat het niet zo is. Maar ik denk toch dat die schade nu komt met terugwerkende kracht. Ook omdat je om je heen ziet, je hebt de Turkse gemeenschap die zich heel erg profileert. Syrische gemeenschap, Marokkaanse gemeenschap. En ik denk dat wij als Indische gemeenschap ook bezig zijn met een soort inhaalslag. En dat hoeft helemaal niet agressief. Dat is ook binnen de maatschappelijke context en zoals mevrouw Zorgdrager net ook al aangaf, het is in een bredere context. Het heeft te maken met een nieuwe Nederlander zijn op onbekend terrein. Want we hebben in het boek al wel gezien, veel mensen kenden in theorie Nederland. Ze kenden Hoge Landsappermeer, of Hoge Zand moet ik zeggen, ik ken het niet. Hoge Landsappermeer. Maar wisten niet hoe Nederland was. En dat het inderdaad zo koud kon zijn. Maar ook, we hebben ook ongastvrije verhalen gehad. En meneer Bouwman zegt terecht, ik heb mij hier altijd thuis gevoeld. En dat is weer een heel ander aspect. En eigenlijk hebben we daarmee willen laten zien hoe breed de gemeenschap is. En eigenlijk ook willen clusteren, zodat we laten zien dat we ook echt één gemeenschap zijn.